Nou Marcel, Vitesse-kenner, wonende in Betondorp. Ja. Jij bent de uitgelezen man om te vertellen wat Ajax zich op de hals haalt met Peter Bos. Een heleboel ongezelligheid. Eigenlijk is het niet de bedoeling dat je Peter Bos tegenspreekt. Bovendien neemt hij allemaal mensen mee die het met hem eens zijn. Het begint met Hendry Kruse, dat is de assistent. En het eindigt met zijn ex-vrouw die de was gaat doen bij Ajax. Een aantal jaar geleden zei deze man nog dat hij bij een andere club zich enorm thuis voelde. En een aantal jaren later maakt hij de overstap naar de aartsrivaal. Dus zo gaat dat blijkbaar. Kijk, bij supporters liggen dit soort dingen gevoelig. En terecht, er zijn supporters die 24 uur per dag bezig zijn met de club. En dan valt dit in eerste instantie gewoon niet goed. Het gaat om het voetbal. Hij is een liefhebber van aanvallend voetbal. En wat hij daar deed bij Vitesse was druk zetten tegenstander, lekker aanvallend, spektakel. Ja, daar hou ik van. Hij heeft ook een hele goede assistent, vind ik, Kruse. Ja, Henry Kruse, die een hele mysterieuze man was dat bij Vitesse. Die ging altijd schuin achter Peter Bos op een barkruk zitten. En dan staarde hij voor zich uit. Een soort levensloze worst. Heel veel mensen zeggen, het was de beste trainer geweest, de beste optie geweest. Op het moment dat hij een ander verleden had gehad. Ja, ik ben wel benieuwd naar de reacties in het stadion op het moment dat we de eerste wedstrijd spelen. Dit seizoen wel of niet? Ja, we gaan voor het kampioenschap. Ja. Ik ben altijd voor het kampioenschap gegaan. Dus Ajax ook. Ja, met Peter Bos aan het roer. Met Peter Bos.